Ik praat met burgemeester Theo Weterings. Net een week na die afschuwelijke brand in Tolenburg. Een heel intensieve week voor u. Hoe voelt u zich nu? Nou, het was inderdaad een intensieve week en emotievol. En dat doet je wel wat. Ik bedoel, daar kun je ook als vader en als burgemeester niet los van blijven. En dan moet je zo af en toe ook eventjes eruit, even iets anders gaan doen. Ik heb de afgelopen week te weinig kunnen fietsen, maar ik was blij dat ik vanochtend weer gewoon op de fiets naar het raadhuis kon. Want dat is ook een manier om weer eventjes de zinnen te kunnen verzetten. Gisteren de crematiebijeenkomst voor de moeder en de kinderen. Nou, u zult begrijpen, dat is heel erg ingrijpend. Wat is precies de rol van de overheid in zo'n situatie? Nou, ik vind dat de gemeentelijke overheid in zo'n situatie met de wijk mee moet denken, met de wijk mee moet voelen over wat gebeurt er, wat is er gebeurd, wat kunnen we aan informatie verstrekken om het leed en de onzekerheid bij mensen in de buurt te verminderen. Dat geldt ook voor de school. De school heeft zelf ook als directie en met de leerkrachten enorm veel dingen opgepakt. Voor hen was de klap natuurlijk op die dinsdagochtend heel erg groot. Want je probeert de school te bereiken voor de start van de lessen. Dat is ook gebeurd. Maar ja, de leerkrachten komen op een gegeven moment naar school en krijgen het bericht ook. De kinderen druppelen binnen. Sommigen hebben het thuis gehoord, hebben het via de televisie gehoord. Een aantal kinderen heeft het ook in de nacht gehoord, omdat ze in de buurt woonden. Dat heeft een heel, heel groot effect. En de gemeente probeert school te ondersteunen, de buurt informatie te verstrekken, de informatiebehoefte die er is in de buurt, voor zover dat kan, gelet op wat je uit het onderzoek mag zeggen, die informatiebehoefte in te vullen. De keuze van mij was ook om zo snel mogelijk een informatiebijeenkomst te hebben voor buurtbewoners uit de nabije omgeving. Die hebben we gelijk op dinsdagavond kunnen houden. Daar hebben we ook al iets kunnen zeggen over wat op dat moment bekend was over het onderzoek. En dat was opnieuw natuurlijk een schok voor de buurt. Als je dan ook moet vertellen dat er uitgegaan wordt van brandstichting. En van binnenuit, aantoonbaar, binnen de familie. Dat viel mij op dat er zoveel geruchten gaan. Dat verhaal van de jerrycan waar hij meeliep. En dat hij tegen de buurman gezegd zou hebben: nou, morgen zie je me in de krant. Verhalen over hoe de kinderen in het huis zouden zijn aangetroffen. Wat doet u met dit soort verhalen? Nou, juist, dat is ook een van de redenen om snel, wanneer het kan, informatie te verstrekken. Betrouwbare informatie, geverifieerde informatie. Informatie die op waarheid getoetst is door de justitieonderzoekers die ervoor verantwoordelijk zijn. Die zo snel mogelijk naar buiten brengen, om daarmee ook geruchten de kop in te drukken. Want de buurt heeft niets aan geruchten. De buurt heeft alleen maar iets aan de feitelijke informatie. En die moet door de overheid gegeven worden wanneer dat kan. Als burgemeester sta je ervoor dat wat aan openheid gegeven kan worden, dat dat ook gegeven kan worden. Er leven heel veel vragen. En als die vragen beantwoord kunnen worden, en het is ook redelijk om ze te beantwoorden. Het gaat niet over privacygevoelige informatie, maar het gaat om feitelijke informatie die mensen ook nodig hebben om te weten wat er in hun buurt gebeurd is. Dan moet die informatie wat mij betreft gegeven worden. En als die geverifieerd is en als de onderzoekers van justitie zeggen van ja, dat kan nu verklaard worden. Hoe pijnlijk de boodschap is, dan vind ik dat die boodschap gebracht moet worden. Daar heeft de buurt recht op, want het is nogal een enorme impact. Het heeft nogal wat gevolgen als je dit meemaakt zo dicht in je woonomgeving. Het zal best nog wel een tijd zichtbaar zijn dat de woning in de brand heeft gestaan. Maar het hek gaat nu zo snel mogelijk weg. De tekeningen en de bloemen en de gedichten zijn al weggehaald, omdat de familie die graag ook mee wilde nemen. En een deel van de familie is alweer naar Rusland vertrokken. En om hoe vervelend het ook is, de situatie in de wijk weer de gelegenheid te geven om naar normaal te gaan. Mensen zullen het moeten verwerken, maar dat hoeft niet zichtbaar te zijn doordat er ook nog een huis met een extra heining omheen staat. Wordt die ook zo snel mogelijk weggehaald. Burgemeester, bedankt voor dit gesprek. In de korte tijd dat u burgemeester bent, heeft u het nodige meegemaakt. Ik hoop dat u er voorlopig van gespaard blijft.
Ja, dank u wel, dat hoop ik ook. Maar gelukkig gebeuren er in Haarlemmermeer ook heel veel leuke dingen. En gebeuren er ook heel veel goede ontwikkelingen. Dus dat betekent dat de balans tussen wat vreugde geeft en datgene wat toch heel veel verdriet brengt, gelukkig aan de positieve kant uitkomt.